Koffie en kunst is een project dat ouderen en jongeren in Ede met elkaar moet verbinden. Dit resulteerde in een boeiende voorstelling op 1 oktober in Cultura. Maar we beginnen met de op één na laatste expositie in het Historisch Museum van Ede. Metamorphoses is een project van kunstenaar Salman Essamouri dat hij samen met stadsdichter Harry Onk heeft uitgevoerd. Welkom bij Mooizo. Metamorphoses is een project van kunstenaar Salman Essamouri dat hij samen met stadsdichter Harry Onk heeft uitgevoerd. Wat vindt wethouder Johan Weiland, die het voorwoord schreef, van het werk dat hier in het Historisch Museum Ede te zien is? Ik vind het treffend gevonden. Met name het feit dat die oude omgevingen uit de gemeente Ede heeft weten te combineren tot een soort stadsgezicht. En dat op een hele poëtische wijze bijna doet. Het is natuurlijk zo dat in al die jaren dat ik hier woon heb meegemaakt dat Ede inderdaad van dorp tot stad komt. En hij projecteert het weer verder naar voren zoals Ede er mogelijk in de toekomst zou kunnen gaan uitzien. Salman, Metamorphoses van Ede, waar gaat het over? Het gaat over verleden, heden en toekomst. In toekomst zie ik Ede als Manhattan aan de Veluwe. Ik ga vaak op reizen naar grootsteden. Maar dat is de inspiratie. Hoe een klein een dorp naar stad. Maar ik heb een heel groot stad van gemaakt. Hè. Ik gebruik drie technieken. Fotografie en schilderkunst en grafiek. Het materiaal wordt afgedrukt. Hè. Soms druk ik dat allemaal op print tegenwoordig. Print ik op aquarelpapier. Hè. En die aquarelpapier kan ik ook nog inschilderen. Kan ik ook nog verder op die foto of die schilderij die ik geprint heb nog verder bewerken. Ik ben anderhalf jaar mee bezig met dit project. Maar eigenlijk de ideeën ontstond drie, vier jaar geleden toen de burgemeester van Ede heeft een expositie van mij geopend over de stedenband. Heeft mijn werk gezien en hij zei, Salman, die maakt mooi werk. Ik wil graag dat hij iets over Ede doet. En nou ja, als je de eerste burger van Ede dat zegt, dat moet gebeuren. Dichter Harry Onk werd enkele jaren geleden al benaderd door Salman Essamouri om met hem samen te werken. En dat resulteerde in dit project Metamorphoses. Hoe ging hij te werk? Ik heb hem eerst gevraagd om alles wat hij zo'n beetje had over de metamorfose naar mij te mailen. En zo heb ik me langzamerhand kunnen inleven van hoe hij werkt. En hoe hij de beelden van vroeger en nu bij elkaar, nu en de toekomst bij elkaar voegt. En daar heb ik langzamerhand mijn schilderijen op gedichten op herschreven. Dan wel nieuw gemaakt. Een mooi voorbeeld hiervan is het gedicht Kleuren, geïnspireerd op het werk De Nacht van Ede. Als kinderen van het licht zijn de kleuren nooit alleen. Verscholen in het volmaakte wit houden zij het licht bijeen. Zo schilder ik de zinnen in geslepen licht. Gedachten laten minnen, je hoopt op een gedicht. Op 1 oktober beleefde het project Koffie en Kunst haar hoogtepunt met een boeiende voorstelling in Cultura. Een bijzonder project waar ruim een half jaar aan gewerkt is. Dat is een kunstparticipatieproject voor ouderen, zoals dat zo mooi heet. En dat is georganiseerd met verschillende partijen. En zoals je hebt gezien is het een voorstelling geworden met jong en oud. Cultura en SWO wilden graag iets doen op het gebied van kunst en ouderen. Het idee ontstond om hiermee jong en oud te verbinden. Met regisseur Boas Boele werd naar een vorm gezocht. Welsteden, de toneelklas van het Marnix College en de talentklas van Cultura werden erbij betrokken. Toen werd er naar acteurs gezocht. Ik drink in de Kolk op woensdagmorgen koffie. En dan kwamen ze met foldertjes en uitleggen wat de bedoeling was. En dat leek me ontzettend leuk. Ik deed mee met een ander project van Boas vanuit school. En toen vroeg hij of er mensen waren die graag mee wilden doen met Koffie en Kunst. Nou, Boas van ons schooltoneel, die had ons gevraagd. Of die had het al in de groep gevraagd. En toen leek me dat wel een interessant project. Dus toen ben ik mee gaan doen. In februari zijn we met de groep bij elkaar gekomen. Want we willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Zowel jong als oud. En in februari hebben we hele grote groepen ouderen gehad. Groepen jongen bijgezet. En ze laten praten met elkaar binnen een soort lessituatie. Zodat de verhalen naar boven kwamen. En vanaf toen hebben we telkens weer een nieuw stadium gehad waarbij ouderen de mogelijkheid hadden om opnieuw in te schrijven. Hey, gaan we nu een act mee maken? En jongen, gaan jullie de act mee maken? En uiteindelijk is dat samengekomen. We zijn begonnen met een gigantische groep
En dat is zo steeds verder gekomen naar de mensen die uiteindelijk wilden toneel spelen. Er werd vanaf het begin gezocht naar samenwerking tussen ouderen en jongeren. Je werd aan een jongere gekoppeld en je mocht vragen aan de jongeren stellen. En de jongeren mocht jou ook vragen stellen. Dus kon je er allemaal dingen uit vroeger vertellen. We hebben eerst allemaal apart stukjes gemaakt en daarna zeg maar, al die stukjes samengevoegd tot één geheel. Ik stelde wat vragen aan de ouderen en toen zijn we samen ook nog moesten we een soort van cliffhanger maken. En daar ter plekke op te voeren. En toen hebben wij een kort verhaaltje over de kijk op het leven van die mevrouw gemaakt. Ik heb een stukje gemaakt over kiezen. En dat was gebaseerd op het verhaal van een mevrouw die vond dat de samenleving te divers was. En er te veel dingen waren waar we uit konden kiezen. En daarom heb ik mijn stukje gemaakt over moeilijkheden van kiezen. Tegenwoordig hebben we veel meer keuzes. Denk alleen maar aan welke studie je kunt gaan doen. Er zijn zoveel opleidingen en zelfs de naam maakt niet altijd alles duidelijk. Zo doet mijn broer een hbo-opleiding Advanced Business Creation. Iedereen die ik er tot nu toe over heb gesproken, heeft geen idee wat dat er precies inhoudt. Hoe weet je nou wat je wilt gaan studeren als je niet eens weet waar je uit kan kiezen? Het werd heel snel duidelijk als een verhaal verteld wordt wat een mooi verhaal is. En daar heb ik een voorkeur in, maar ook de spelers. En eigenlijk hebben we samen besloten van, hé, wat gaan we neerzetten, waar hebben we zin in? En eigenlijk zijn de verhalen nauwelijks bewerkt. Alleen hebben ze neergezet op verschillende manieren. In een gedicht, in een lied, in een toneelstuk of wat dan ook. Ik ben theatermaker, dus ik speel graag met al die elementen, met wat we hebben. En ik ben ook graag bezig met muziek en met beeld. Dus elke act hebben we een eigen focus gegeven van wat gaan we daarmee doen. Bij het ene act pas meer een muzikale vorm, met al meer een gedichtvorm. En bij de volgende een kleine scène. Ik heb heel veel enthousiasme gezien, niet alleen bij de jongeren, maar vooral ook bij de ouderen. Smaakt dit nou naar meer? Dit smaakt absoluut naar meer, ja. Ja. We hebben hier twee theatergroepen die Boas hier ook lesgeeft. En we hopen dat natuurlijk die sowieso doorgaan en aangevuld worden. We hebben theaterlessen voor jongeren, dus dat kan sowieso altijd. Maar we zouden heel graag meer dit soort projecten gaan doen om die verbinding met de jongeren tot stand te brengen en te houden. Want we hebben gezien dat er banden ontstaan. Nou, dat zag je op het podium ook. Hè. Jong en oud kennen elkaar een stuk beter nu. Dus graag doorgaan. Cultura Galerie exposeert tot en met 21 november werk van vier kunstenaars die in hun werk laten zien hoe mensen zich verhouden tot hun omgeving en andere medemensen. In de expositie No Man is an Island vertolken de kunstenaars Marian Meinhardt, Guda Koster, Patricia van der Kamp en Jesse Strikwerda elk in hun eigen discipline deze verhouding. Edo Hebbink, initiatiefnemer van het Reizend Museum Droom en Geheugen, heeft een aantal kunstenaars gevraagd een werk te maken van een plek. De gezamenlijke tentoonstelling van het museum en de kunstenaars, met de titel Ergens een plek, biedt een rijkheid aan plekverbeelding en aan vragen. Van 31 oktober tot en met 15 november in Huis Kernhem. Tot en met 16 januari is in het Museum Oud-Lunteren een expositie te zien waarin de historie van de religie en geloven in Lunteren over de afgelopen 20 eeuwen wordt belicht. Aan de voorbereiding daarvan hebben alle 7 kerken uit Lunteren meegedaan. U heeft gekeken naar Mooi Zo, het programma over kunst en cultuur in de gemeente Ede. Wij zijn trouwens ook heel blij met uw reacties. Die kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. Volgende week zijn we er niet, maar over 2 weken kunt u weer kijken naar Mooi Zo. Bent u er dan ook?